Wat was je eerste ervaring met Schouwseel? Oh, die weet ik nog. Dat wie mij Henk van der Schaaf. Koe ik net, maar dat wie een vriend van mijn toenmalige partner. En die wist dat ik een zieler wie. Maar ik ging nog nooit een schouw. Ja, ik heb wel eens een schouwzieler, Sjoen. Maar ik heb er zelf nog net in zield. En die zocht de fokkenist van wedstrijden. Nou, na één wedstrijd, ik weer verkocht. Ik vind dit leuk. Ik heb dus een heel soort zield, wol, van al mijn viertjende. In valken, in gutsen, op een lietskoetsje. En... Want dat komt zo oorspronkelijk net uit Friesland, toch? Helemaal net. Ik kom uit Zoelen. En dat is een dwarpje vlakbij Tiel. Oké, de Betuwe. Ja. En ja, het wetter dat wij hier, dat we de Lingen en het Amsterdam Rijnkanaal. Nou ja, daar zwommen we. En we hier in de Lingen gingen we maar z'n 30 in oude houten kano, weet ik. Nou, die wie leert weer van alle tar, want die lekte altijd. Dus dat wie mijn enige bootervaring. Maar toen wie ik in Iris Viertje zit, ik op een HBS, en die ik een vriendin. En die hingen een vakantiehuisje bij Vinkeveen. Nou, wij daar een keer hingen. En toen zielde ik voor het eerst in een spanker. Savisa voor het eerst in een zielboord. Nou, ik heb die verkocht. Ja, hè? Ik wou zielen altijd. En dus ik heb net van huis uit mooi gekregen. Ik had die tik gewoon, nou, de eerste ervaringen wie het kleren. En wat maakt het een schouwsa uniek om uit te varen? Omdat ik het een lietskoetsje voel. Lekker volle te dwaan, zwudden en de spriet en de koester wat ontstellen en lekker leeg, dicht bij het wetter. Tja, enig. En geen diepgang, nergens vast rennen, zwutjes omheen en je kan overal komen. Ideaal. Ja, en ik vond het zielen heel leuk, wedstrijdjes zielen. Ja, hè? Maar ik gewoon als vakantieboordje, we binnen een soort mooie... Fortwest, vakantie, gewoon tentje en dan koe precies tussen de mest en dat plankje west erachter zit, dan koe een 2-persoons luchtbed. Ideaal, een vakantieboord. En mijn zoon wie doet een ier, of bijna een ier, en dan koe die voor de mest en hier kan een badje, zo'n opblaasbadje, boeimke, opblazen en dan de roon en dan wie dat zien bedje. Perfect. Ja, dat is fantastisch. Een vakantieboord. En dit in de eerste schouw? Dit is de tredde. De eerste wie de 76. En die koe ik keepje omdat ik een erfenisje kreeg hier. En nou, toen dacht ik, ja, wat zul ik je mooi. Dat kind samar opwijzen, maar je kind Rick iets moet doen. Ja. En toen heb ik dus een schouw kocht. Dat wie, ik weet nog precies, ik wie hoogzwanger. Het was in 1980 en het eerste tochtje wat ik maakte, ik hie zo'n hekel aan die schouw, want ik stierte steeds mijn kop. Maar toen dacht ik, oh ja, ik heb een dikke buik, dus ik kon net eens even bukken. Nou ja, en toen wie die op een gegeven moment, die 76, die wie wel min en wie ik hem een keer op een polen aan het, de boeim aan het dwaan en ik ging het westro heen. Gelukkig wie er in afvanken. We lassen er wel even een plaatje in. Maar het waren steeds erger, Mariscal. En toen gingen we om deze tijd van het eer, dienen we weer in het wetten. Ik zei, als er nou in komt en die wil hem keepje, dan verkeep ik hem. Het ziet me echt op de nekken, al dat werken. Ik hier een plak en een score en noem maar op. En... was het net leuk, ik heet nog net samen, je ziet nog een bierke, hij laat de krek in. Komt er een man, oerestuiger in. En die vregen wat. Ik zei, hij is belangstelling, hij is de cape. Nou, een paar dagen later, toen wie het helemaal vat staan. Toen hebben we een proefritje maken. En toen heb ik hem verkocht. Ik dacht, dan ging ik gewoon een orenboordcapeje die minder bewerkelijk is. Wat wist ik nog net? Dat zag ik wel. Nou, ik hie zo'n spiet, Ik wie zonder boord. En at er op een jeetje of zo, of de meesten die begonnen met zielen, roen ik de kamer uit. S'nachts droomde ik van een detail, van een kikker of zo. Ik dacht, oh, ik mat weer een skou, want dit is erg. Toen heb ik een oud liedje gekocht.
Wel een oud liedje, want meer hield hier ik net genoeg. En die opknapte toen ik thermos hield. En die heb ik op een gegeven moment weer goed verkeepje kennen. En toen heb ik de noemer zo gekocht. Ideaal, en daar is het nou bij. En daar sta ik nou bij. Maar kruist wat van die schouwen, hè? Er is altijd wel werk. Dus ja. Ze had nou hier 2 jaar lijn, omdat ik al hier rake fietsjes hier weer terug ik net zielen koe. En nou hier, het drama randje. Maar goed, hij lekt nog net. Nee, hè? Nee. En wat is er al aan onpast de laatste tijd? Onpast? Niks. Ja, nou, je messelbank een keer. Want die viel verrot. Ik dacht, weet ik ze net? Nee. Hij is zoals hij is. Dus alleen nog schilderwerk? Ja. Maar ja. Geen grote dingen. Geen spectaculaire dingen? Nee, ik wil nou wel. Ik de spriet wie te lang. En daar gaat nou van de midden hel het ook weer even een stukje. Oh, dan kan ik die morgen weer even lakken. Van de midden nog even. En dan kan ik hem aan die zielen. Ja. En wat, dat vraag ik me ook. Wat onderscheidt nou de snelle ziel? Is die altijd voor hun ziel? Want hij is zelf ook voor hun ziel, hè? Soms, van de middenmotors en de achterhoede. Want vaak ben je toch wel een peer, die is het toch wel een heel eind voor op de rest. Hoe en luidt het aan de zielers of hij wie een kissa? Want die is zo zandig, daar laat ik altijd vreselijk me achteraan. Dus, nou, toen dacht ik dat het dus aan de zielkwaliteiten voor mij laat. Ja. Toen gingen we een keer zielen met Auken en nog een oren hier. En dan gingen we treien schouwen. En toen deden we wedstrijdjes. Ja. Gewoon in ons eentje in de schouw. En toen woon ik met al die treien schouwen. Want dan wisselden we er. Hè? De ziel is in die schouw en in die schouw. Nou, toen dacht ik, het luidt net aan de schouw. Het luidt net aan mij, het luidt aan de schouw. Ja. Maar het trimmen... Ik vind het wel zo vaak apart. Ja. Als er dan wat aan de hoorn is, dan wil die net rennen. Ja, wel ooit het dan. Ja. Ik vind het zo dreig. En de volgende keer ziel ik mooi voorin. Ja. En de falconist, wat is het belang van een goede falconist? Ja, mijn super falconist is Jeannette. En dat is gewoon zelf een hele goede ziel. Ja. En dan hoeven we helemaal niks te sissen. Als ik Thea maai heb, Thea die na de winter zei Thea altijd, als ik dan zei ze, was de hals even aan, dan de hals. Wat wie dat ik al weg, Corrie? Nou ja, dat. Nou, maar dat is puur gezellig. Nou ja, dan ziel je in de regel net helemaal voorin. Maar we zielen wel mooi. Ja, gelukkig. Ja. En wat vind je dan de nieuwe baan, nou de Zuiderbut die opgraven is? Ja? Leuk, ik vind het zo'n mooi stukje wetten erbij. Ja, prachtig. Ja, hè? Ja, vind ik echt heel leuk. Want dan ben ik meestal die vinden het jammer, hè, dat het 10 jaar net weer de enige knooppunt is, maar... Ja, ik wil wel blauwen in de 10 jaar, dat vind ik een hoogtepunt altijd. Ja, ja, ja maar dat zit er ook in. Dus. Ja, het blijft altijd, want dat vind ik zo mooi. Ja. Ja. Dat kent het verschil maatje vaak zelfs. Ja, dat vind ik echt. En hoe drokker, hoe mooier. Ja, les nog maar een scootje erbij. Wist van tevoren in schattenkist van, oh, die gaat zo dat doen en dan dat. En dan zwaar ik dat ik daar ben. Ik ken net altijd, maar ja, wat avonturen, dat vind ik mooi. Ja, en wat voor ze wel dat je een nieuwe schouwziel is of mensen die overwegen om een schouw te kepen? Lekker volle zielen. En ze houden dan eens een wedstrijd mooi doen. En dan het helemaal niet erg vinden als het achteraan komt. Laat het maar rustig een periode worden. Dus de heel handig worden in de schouw. En nou ja, sta er gewoon leerst bij. Ja. Ja, hartstikke mooi. Ja, dankjewel, Corrie. Oké, poppen. Oké, top.